Zo heerlijk om even een blanke racist tegen de vlakte uit de hoek te horen. Lekker man! Zo, kijk eens wie we daar hebben. Ja, zijn dit de handen die we geven? Ja, ja, Steven, dit is de bokswereld, dit is sporten. Ja. Steven Brunswijk, cabaretier. Ja, klopt. Man op tournee. Grote grappen maken. Heel simpel, je springt met twee benen naar boven. Hup, hup. Je draait weer. Hup. Eén been. Twee benen. Gaat naar voren. Als je maar warm mocht. Jouw acties in Expeditie Robinson. Nienke Plas. Ja. Vind jou eigenlijk een egoïstische intrigant? Echt, echt pist op Steven. Of is het spel? Is het spel, joh. Maar ja, ja dat zal altijd zijn. Je ogen glimmen. Omdat ik het leuk vind hoe mensen praten, terwijl ik en Nienke gewoon absoluut geen probleem heb. Een soort dronken Brabant met carnaval. Nee, dit is, dit kan toch niet? Ene been doet dit, andere been doet dat. Dit is echt bitch jump. Dit noemen ze bitch jumpen. Ja? Bitch jumpen, ja. Je moet weer... Ja, oké, okay, de laatste was, ja, kijk, we komen er wel. Nee, toch niet. Ooit was je Bravo 9? Ja. Was wel een lekkere doorbraak. Het was een lekkere doorbraak, zeker. Maar je moet daarna doorstoten, hè? Ja. Anders blijf je alleen maar, hé, dan Brabants lullen. Maar goed, als ik zo ga praten, dan praat ik weer met een Surinaamse accent. Wanneer ik een beetje zo ga lullen, dan praat ik als de Antilliaan. Dus ik kan meerdere accentjes, maar het is zonder als je alleen dat Brabants doet. En je begon op Dumpert, hè, met dat filmpje van gewoon betalen. Ja. Gewoon betalen, denk ik. Gewoon schuiven met dat geld. Toen had je nog een roze das aan? Ja. Had je nog een normale baan, of niet? Toen had ik nog een normale baan, ja. Ja. Wat voor baan had je toen? Toen had ik er twee. Ik verkocht, waar je me daar zag, verkocht ik alarmsystemen, deur en deur. En ik stond aan de deur, als horecaportier. Je vertelde dat aan de deur, als je toen je portier was, dat je daar al je grappen testte. Dus, voordat ze het kaartje gaf, zei ik, mevrouw, mag ik uw kaartje? Alsjeblieft, want ja, ik vertrouw blanke mensen niet zo, dus niks persoonlijks. Maar, nou, die mensen schoten in de lach, wist niet wat ze zoeken moesten. En eentje die reageerde, oh, wat zeg jij nou? Ik zeg, maar een grapje, hè. Je hebt het kaartje al gekocht, maakt mij niet uit welke kleur je hebt, hè. Maar een grapje. Yes. Hij zei, oh, leuk dit, heel leuk. Ja, maar dan zie je die mensen opbeuren. Ja, dat is gewoon leuk. Robert. Je hebt duidelijk dat je de dingen nooit hebt aangetrokken. Links zit op ooghoogte voor je. Juist. Kin naar beneden toe, want als ik een opstoot maak, dan raak ik jou niet. Als ik dit al doe, bij jou, dan zou je hem al voelen hierop. Dan ga je al zitten. Dit is een zwakke plek. Bij iedereen zijn dit de zwakke plekken. Het leven in mild. Maar waarom ben je geen sporter geworden? Want je praat er heel gepassioneerd over. Ja, waarom niet? Ik vond comedy leuker, hè? Ja? Ja, comedy is mijn ding, man. Jij kwam natuurlijk binnen bij die vrienden van Dumpert. Jij werd door geen stijl als de Bravo neer gevonden. Zij natuurlijk leuk. Ja. Een donkere jongen die racistische grappen maakt, die de blanken maken. Ik denk dat ik meer ingehuurd werd, nou bij Poont bijvoorbeeld, werd ik meer ingehuurd als de enige zwarte. Dat was eigenlijk, misschien hadden ze diversiteit nodig. Daarom, maar de humor die ik bracht, dat was wel mijn humor. Ja, kom maar. Hak. Ja. Dus ik zit achter mijn schouder, ik zit hier dicht, ik zit hier dicht, ik zit hier dicht, ik zit hier. Naar je kaak, naar je kaak. Zie je, daar ga je. Naar je kaak, naar je kaak. Heb je ooit gedacht, je had een carrière, ik kap ermee, ik zit niet meer zitten, ik ben het helemaal bij. Nee. Nee? Nee, mijn ouders hebben altijd achter me gestaan, mijn vrienden hebben altijd achter me gestaan. Mensen in Suriname belden mezelf met de boodschap, je moet die naam niet veranderen. En toen dreef je naar boven. En je begint ook allerlei stellingen in te nemen, hè? Zo van, over Zwarte Piet, ze komen bij jou de deur niet in. Nee, maar omdat het geld kost. Sinterklaas kan ook alleen komen. Het kost €50 per Piet. Kom nou, I don't care. Ik ga naar die intocht van Sinterklaas. Wit, groen, Zwarte Piet, I don't care. Ik ga wel. Maakt mij allemaal niet zoveel uit. Voor mij is het belangrijk dat mensen elkaar begrijpen. Mijn vader zei ooit tegen mij, Steven, tel je nou eens voor, dat je iemand op straat ziet en die persoon is hartstikke dik. Super dik, obesitas dik. En jij loopt naar hem toe en jij zegt tegen hem, ik ben nooit dik geweest. Ik weet absoluut niet hoe het voelt om dik te zijn, maar ik begrijp je wel. Dan zou die persoon je aankijken van, gast, als je nou niet gauw je bek houdt, want je weet absoluut niet hoe ik me voel, je bent nooit dik geweest. Wat bedoelde hij ermee te zeggen was, blanke mensen zijn nog nooit op een huidskleur gediscrimineerd zo hard dat het pijn doet. Wij wel. Wij begrijpen dat. Maar ben jij ooit... Jongen, vaak zat in de McDonald's, een groepje, een juffrouw met de kinderen die langskwam, kloppend op het raam. Hé, kijk, er zitten twee pieten. Ik kan het niet voelen, want ik nee, ben maar wit. Dat is het dan. Ik ben een witte lul. Namens de
de dommige blanke gemeenschap. Ja. Daar ben ik dan nu even vertegenwoordiger van, hè, voor het debat. Wij hadden geen idee. Het was gewoon voor ons een feestje. Ze zullen elkaar nooit begrijpen. Want als je elkaar niet kunt zien, dan heb je geen oplossing. Er staat een muur. En de muur, dat komt dus doordat blanke mensen niet weten hoe het voelt om op hun huidskleur gediscrimineerd te worden. Dus mijn vader die zei, een blanke gemeenschap die ziet Zwarte Piet niet als racistisch. Wil dat zeggen dat het niet racistisch is, zei hij. Het is misschien wel racistisch. Alleen een blanke ervaart het niet als racistisch. Dus je staat, hier staat een blanke groep, hier staat een etnische groep. En daar zit een muur tussen. Ja, en, niemand doet de moeite om te klimmen over die muur en te roepen, hé, hey, potverdomme. Jullie staan hier, man. Ik hoor jullie, maar ik zag jullie nooit. Ik vind het goed. Hij is perfect. Hij is nu helemaal klaar voor een wedstrijdje. Waarom ga je naar achteren? Oké dan, let's go. Oh, oh. Zo, hij gaat echt tik in die gras. Hè. Zo, wat een fantastische sport. Goed gedaan, jongen. Gozer. Lekker, man. Geen nog een ronde, jongen.